Je moet smarters behandelen als drugs of alcohol. Ja. Echt. Maar goed, dat, heb, dat zeg ik ook al jaren, natuurlijk. Ja. <laughs> maar het is, <laughs> het is zo logisch. Goedenavond. Avond. Goedenavond. Goedenavond, inderdaad. Ja. Ehm um, Volgende week, dat wil ik alvast even mijn kijkers, mijn, mijn kijkers, onze kijkers meegeven. Ja. Volgende week gaan we het over klootzakken op fatbikes hebben, ja. maar vandaag hebben we even een ander belangrijk probleem te bespreken. probleembevinding, ja, een, een, schok een schokkende bevinding. Een schokkende bevinding van ja. het onderzoeksbureau Newcom, die elk jaar nationale uh, sociale media onderzoek doet, uh, en jij pakt hem er nu bij. <laughs> oh ja, ik zal dat eventjes doen. Ja. Um, kom, en die ja. heeft uh, dit jaar een schokkende ontdekking gedaan. vanuit het onderzoek dat uh, social media uh, je ongelukkig maakt. Of ongelukkiger. En. Uh, we zitten al jarenlang natuurlijk te zeiken over social media. Ik weet nog dat wij de troepen ver vooruit waren een aantal jaar geleden, in het eerste seizoen al. Het eerste seizoen, een drie like luik over smartphone verslaving. Over smartphoneverslaving, inderdaad. inderdaad. Die, en... die afleveringen hebben trouwens best nog wel. Uh, ik heb nog best wel wat mensen daarover gehoord. Dat ze na het luisteren van die afleveringen uh, gedrag. Ja. op het gebied van smartphone gebruik hebben aangepast. Ja. Bijvoorbeeld een luisteraar die altijd onze podcast luisterde tijdens het hond-uitlaten. En daar nu dus mee gestopt is, dus we hebben een luisteraar minder. Maar ja, door wat, de... ook, wat ook trouwens gelijk een goede reden is, luisteraars, om te abonneren en uh, te delen deze podcast. Ja, klopt. Dat kan zo op Spotify als YouTube. Luister en deel vooral, behalve als je probeert om te stoppen met sociale media, dan is het een goede. Maar anders is het, uh, is het geen goede reden. Dus doe dat vooral. Precies. Maar um, inderdaad, kijk, wij wisten dit natuurlijk al, maar ja. nu is het uh, ja, door middel van een onderzoek uh, Bewezen, mensen zijn. er zijn. veel mensen zijn ongelukkig met hun sociale media. Gebruik. Ja, en zijn ook uh, niet opgewassen tegen. Uh, het verslavende karakter van sociale media. Precies. Ehm. Um, dus dat, dat laat dit onderzoek heel erg goed zien. Naar aanleiding van dit onderzoek, even heel kort uh, nog wat context eromheen. Uh, voordat we het onderzoek zelf induiken. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft de het demissionaire regering, of de, het demissionaire regering uh, bij Trimbos Instituut, uh, dat is een soort... Ja, wat is dat? Het uh, onderzoeksbureau uh, op het gebied van gezondheid. Gezondheid toch, laten we ja, het even opzoeken. Klopt, ja. We hebben dat in Trimbos Instituut wel eens aangehaald... Uh, toen we het over verslaving hadden. Oh ja, nou, um, ja. dat dus een instituut was zich bezighoudt met onderzoek naar... het is dus een kennisinstituut voor mentale gezondheid. Ja, ja. en uh, er is opdracht gegeven om een team samen te stellen... om te onderzoeken wat het, het verslavende gehalte is van sociale media... en wat voor impact dat heeft op, de, op mensen en de maatschappij. En daar moet dan beleid uit voortvloeien. Nou, we hebben natuurlijk al het heugelijke feit dat uh, op heel veel scholen nu smartphones uh, zijn verbannen. Zij het bij het, buiten het schoollokaal. Uh, zij het buiten het hele gebouw en het terrein, uh, het terrein zelf. Um, dat is bij jouw school nu ook gedaan, toch? Uh, we zijn ermee bezig. We zijn ermee bezig. Beleid, ja. Ja. ja, totaal verbod. Ja, en, en, en wat, wat vind je... Dat ben ik wel benieuwd naar. Wat, 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 wat voel je daarbij? Ja, ik vind het alleen maar fantastisch. Ik, ik sta in mijn team in ieder geval, op mijn werk... al tijden bekend als... De, degene die het probleem... smartphone verslaving heeft toegeëigend. Ja. Ik heb het er uh, al heel lang over. En... Um, ik ben dus ook heel erg blij... dat er nu ook daadwerkelijk beleid... gemaakt gaat worden... om... Uh, de smartphone... Uh, om, om het te verbieden ja. op onze school. Dus ik ben er alleen maar blij mee. Het is gewoon heel simpel. Er is... Ik, ik kan nog steeds geen goede reden bedenken waarom leerlingen op school een smartphone zouden moeten hebben ja. of gebruiken. Maar je zag ook op, op nieuws, in, in nieuws items, ook van de NOS bijvoorbeeld, dat kinderen het heel, heel erg vinden. Maar aan de andere kant het ook wel fijn vinden, want dan worden ze even ja. niet afgeleid, hebben ze ook gezegd. En ja. bijvoorbeeld LinkedIn, zou ik ook wel even hier aan toevoegen: een hele leuke foto wat iemand had gedeeld van uh, de school waar die werkt, volgens mij. Um, van een, een, een groepje uh, jonge mannen. Uh, of jongens, moet ik in dit geval zeggen. <laughs> die uh, rondom een tafel staan uh, om te schaken. Ja. En daar heeft hij ook bijgezegd van... Uh, nou, dit is dus het effect van het verbod van smartphones ja. op, de, op de school. Precies. Maar um, voordat we dit onderzoek gaan bekijken... want we gaan straks dus even dat onderzoek van, uh, van Nieuwkom langs. Wij hebben een tijd geleden ook een aflevering opgenomen... over uh, sociale media in verband met... Mentale gezondheid ja. bij jongeren. Ja, dat was in. we even kijken. September 2022. Oké, okay, uh, een jaar en uh, vijf maanden geleden. Ja, klopt, ja. Bijna anderhalf jaar geleden. Oké. Okay. Uh, seizoen 2, aflevering 5. Depressieve jongeren. Het komt wel door sociale media. Um, in die aflevering uh, gingen we het, ging het over een. Tegelijkertijd de, de, de waren er meerdere. Um, uh, artikel uitgekomen. Eén daarvan was dat uh, jongeren zich in toenemende mate uh, mentale klachten hebben, ja. en vooral meiden. Ja, ja, ja. En er kwam rond dezelfde tijdstip een artikel op NOS, uh, werd er geplaatst over dat. Uh, een onderzoek van Nastasia Giffiume. Die stelt dat er geen link is tussen het gebruik van sociale media en psychische problemen. En hoe had ze dat onderzocht? Ze, heeft, ze had jongeren. Uh, ze had jongeren uitgenodigd voor een onderzoek. Die jongeren wisten niet aan, aan welk onderzoek ze zouden meedoen. Yeah. Ze werden dan vervolgens naar een soort van café geleid, waar ze konden wachten. En in dat café gingen die jongeren natuurlijk op hun telefoon. En dan werden ze gefilmd uh, van alle kanten. En dan werd dat gedrag geobserveerd. En ook werd het, werd ze, daarna werden ze geïnterviewd om te vragen welke invloed sociale media op hen heeft. En hoe ze zich voelden op het moment dat ze sociale media gebruikten. Ja. Voor mij was het. Uh, conclusie was, ik oh, voel me wel prima. Ja, en de conclusie was, jongeren zeggen... ik voel me wel prima als ik sociale media gebruik. Dus sociale media heeft ja. geen invloed op je ja, psychische... Ja, ja. Heeft geen, is geen verband met psychische problemen. En die Nastasie review mocht vervolgens op NOS... op Radio 1 er zo komen om daarover te praten. Ja. Nou, we hebben in die aflevering... ik raad echt die aflevering aan als mensen die nog niet hebben geluisterd. Zijn we daarop ingegaan? Hebben we, ook, hebben we dat, dat onderzoek ook bekeken? Ja. En zijn we erachter gekomen dat... uh Dat de onderzoeksmethode simpelweg niet valide is om te meten of sociale media of een smartphone gebruik. wat wel of niet een negatieve ervaring heeft op jongeren. Ja, ja en in seizoen 1 wil ik ook wel bijzetten. hebben we ja. dus die drie lijken met betrekking tot smartphones. Hey, dat was vooral ook. Uh, ja, anekdotisch bewijs. Ik weet niet of je het zo kan noemen. Maar hebben we het ook vooral gehad over hoe wij het. Uh, ja. Ja. hoe wij het ervaren. of ja. toen, toen de tijd ervaren. Ja, um, en sindsdien zijn we er ook wel. Echt wel serieus ook mee, uh, mee bezig, en ik, ik vind het wel een hele fijne. Ja, want fijn... dat, dat was net het moment dat ik ook mijn smartphone voor een tijd uh, uit de deur, uh, ja, klopt ja. ja, of ja uit ja, de deur ja. uh, niet had gebruikt, ja, ja, klopt. Ja, 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 ja. ja. Um, maar wat wat ik het, het fijn en het is een beetje een dubbel het woord fijn, maar fijn dat er uh, steeds meer duidelijk wordt dat het inderdaad uh, problemen veroorzaakt, mentaal gezien. In ieder geval dat de er erkenning is voor het gevoel wat we allebei uh, hadden... en ook veel meer mensen, uh, als we het erover hebben met mensen... dan merk je ook dat iedereen het ook wel stiekem weet... dat het eigenlijk helemaal niet goed voor je is. Maar dat ze ook, uh, ja, Jonathan Hyde. Uh, Jonathan ja, ik haal hem gelijk ook, even ja. bij. Jonathan Hyde inderdaad, ja. die doet al... dat is een uh, sociaal psycholoog, die doet al jaren onderzoek naar, het, ja. naar de invloed van sociale media op de mentale gezondheid van jongeren ja. of eigenlijk van mensen. Jarenlang doet hij daar al onderzoek naar. Ik zou, dat zullen we ook even naar moeten linken. Ja, is ook niet. En hij komt tot de conclusie dat sociale media een negatieve invloed heeft op het gezondheid op de gezondheid van mensen. Ja. En dat doet hij al jarenlang onderzoek naar, maar toch. Kwam NOS toen met een artikel uh, dat, het dus, dat het dus geen verband is? Ja, met, met natuurlijk een soort idee van... we moeten ook iemand de ruimte geven die uh, zegt dat het uh, niet zo is. Hè? Dus de andere kant van, uh, van het verhaal. Uh, terwijl ja, ik, vind dat, ik vind dat moeilijk, want dat gevoel had ik toen ook al... En fijn dat er nu dus onderzoek is aan fijn dat er een verbod uh, komt uh, bij heel veel scholen voor smartphones op het terrein zelf. Maar. De schade is natuurlijk al toegebracht bij heel veel, uh, bij heel veel jongeren, bij heel veel kinderen. Ja, ja, zeker. En daar wil ik eigenlijk straks ook wel op ingaan. Want dat is ook een van de uitkomsten van het onderzoek, is dat veel ouders vinden dat hun kind te veel op sociale. 40% van de ouders vinden ja. dat hun kind te veel op sociale media zit. Ja, 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 ja. Terwijl dan denk ik echt: nou, waar ben jij dan als ouder? Waarom neem jij dan niet je verantwoordelijkheid? Ja. Maar goed. Uh, ik heb het idee dat ik je net onderbrak. Oh nee, 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 nee. Nee, nee? oké, okay, nee. Nee, want je was Nee Ja, ik, je onderbrak, maar eigenlijk wat ik wilde zeggen, maar ik vind het een, een, een goede aanleiding om te beginnen met het onderzoek. Maar dat wilde je dus ook gaan doen, dus dat gaan we nu doen. Ja, precies. Nou, ze hebben onderzoek gedaan naar. Um, uh, Nieuwkom heeft onderzoek gedaan, die doet al sinds 2010 onderzoek naar uh, het gebruik van sociale media door Nederlanders. Ja. Gemiddeld genomen besteden we bijna twee uur per dag aan social media. Ja, en 14,3 miljoen Nederlanders maken gebruik van sociale media. We zitten bijna met 18 miljoen boven mensen. De 15, boven de 15 jaar dan, hè? Ja ja ja, 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 ja. Bijna alle leeftijdsgroepen zijn meer sociale media gaan gebruiken. Ja, zeker bij de jongere mensen van, van 15 tot 19 jaar, van 20 tot 39 jaar. Hoeveel minuten ze eraan besteden. En hoe, hoeveel dat gegroeid is... überhaupt al uh, de, laatste, de laatste jaren. Um, van, even kijken hoor. Bij 1519 jaar 168... bijna drie uur per dag. Ja, op sociale media. Hè? Dus ja. of ze hebben, gebruiken ook nog andere apps op de telefoon. Maar ja, inderdaad... Maar dit, dit is dus ook weer even een, een, een referentie naar wat je al eerder hebt gezegd over die prestatiedruk. Uh, bij jongeren. Juist. juist, juist. Uh, mensen op de middelbare school. Juist. Dat ze het gevoel hebben uh, dat ze moeten presteren en dat, uh, uh, dat de druk te hoog is en weet ik wat, te dat veel, je ook huiswerk, te veel. Te veel dit, huiswerk, ja, te veel huiswerk. En dat je toen al zei: het. ja, tuurlijk. Als je een aantal uur. vier tot vijf uur per dag op, uh, op sociale media zit. want dat is de gemiddelde, hè? Ja. Uh, ja. vier tot vijf uur per dag op sociale media zit. dan snap ik dat je. Geen ja. tijd besteed aan huiswerk en dus ja. heel veel. Ja, precies. En ik, ik, ik heb ook uh, wel eens ja. geplaatst um, op LinkedIn. Um, wat ik overigens heb. Ge, ik heb mijn account op inactief gezet. Want daar kunnen we ook nog. Daar moeten we ook nog echt een keer een aflevering over opnemen. LinkedIn, verschrikkelijk platform. Um, maar ik heb daar een keertje. De, de volgende uitspraak geplaatst. De volgende stelling. Alle problemen in ons huidige onderwijs zijn te uh, zijn te wijten aan smartphoneverslaving, dalende prestaties, mentale druk, uh, psychische problemen, overgewicht. Overgewicht, ja, dat heeft niet zozeer met het onderwijs te maken. Oh, sorry, ook oh, dat over onderwijs. Ja, ja ik had het ja, echt ja, specifiek ja, over onderwijs, okay, ja, maar ja. zeker ook breed gezien is dat ook absoluut. Alle problemen. Kun je terugleiden naar smartphoneverslaving? Ja. Net en wat jij dus ook net precies zegt: um, een leerling die 6000, bijna drie uur per dag op sociale media zit, kan niet die drie uur aan school werken. Het is allemaal en dat is ook dat is ook eigenlijk wat ik uh, wat ik wat ik ook eigenlijk met jou wil bespreken en ook de luisteraars wil meegeven of de kijkers. Ja, het is fijn dat hier nu een onderzoek naar is gedaan. Maar het is eigenlijk ook allemaal heel erg logisch. Al heel erg lang. En ik vind dat er heel erg veel mensen in Nederland niet hun verantwoordelijkheid hebben genomen de afgelopen jaren. Ja. Waaronder ouders die hun kind een smartphone hebben gegeven. Dat is gewoon echt. En dan vervolgens wel gaan klagen, daar komen we straks nog even op terug, dat een kind niet. Um, dat een kind te veel. of dat ze bang zijn dat een kind te veel op sociale media zit. Echt, ik, ik snap het. Dus ja, het is fijn dat dit onderzoek is gedaan. En dat er al heel veel onderzoeken. ook door, onder andere door Jonathan Hyde zijn. Uh, zijn samengevoegd en verzameld. Maar het is allemaal natuurlijk ook gewoon hartstikke logisch. Ja, ja. Als jij de hele dag op je telefoon zit. Op sociale media, dan heeft dat negatieve invloed op hoe ja. je je voelt en wat je doet. Ja. Want buiten lopen, een wandeling maken zonder telefoon is. Altijd beter dan binnen op je, sociaal, op je telefoon zitten. Ja. ja, want ook wat je zegt, want hier staat dan 168 minuten voor 15 tot 19 jaar. Maar dat is dus direct schermgebruik. En ja, dat precies. neemt dus nog niet nee. mee. Die tussenposes. Dus op die, die periodes tussendoor. Dat je geen sociale media ja, gebruikt. Waar, waar, waar je er wel aan denkt. Waar je aan, over ja. aan nadenken ja. bent, Dat ja. je ermee bezig bent, dat je ja. kriebelig wordt, omdat je weer de neiging ja. hebt om ernaar naar ja, te ja, kijken. Is het, is het. En de, ik. ik ik uh, loop vaak hard uh, over, over, de, over de kraling over, rond de Kralingsplas en door het Kralingsbos. En daar zie ik regelmatig mensen, maar vooral ook jongeren, een wandeling maken. Maar terwijl ze die wandeling aan het maken zijn, zitten ze op hun telefoon. Ja. En wat ik dan altijd denk is: jij hebt niet een wandeling gemaakt. Als jij, met je, als jij een wandeling maakt, terwijl je met je telefoon in, uh, in je hand op je telefoon zit, maak je niet een wandeling, ja. dan zit je op je telefoon. Ja. Terwijl mensen denken, ja, ik ben lekker buiten. Ja, maar je zit wel nog de hele tijd gewoon nog steeds op je telefoon. Dus je komt ja. nog steeds niet tot rust. Je hebt wel, kijk, oké, okay, ik ga niet ontkennen, een wandeling maken... en op sociale media zitten is beter dan alleen op sociale media zitten. Maar alsnog. Ja. En ik denk ook dat heel veel mensen ook... Uh, simpelweg niet weten hoe ze moeten ontsnappen aan die, aan die verslaving. Dat als je zelfs een wandeling gaat maken... en alleen maar op je telefoon zit de hele tijd... Dan heb je het gewoon, ja. Wat, wat ben je dan eigenlijk aan het doen? Ja, doe me ook een beetje denken aan het café uh, Postillon, uh, waar ik dan wel vaker zit. Zat ik laatst uh, op het terras uh, boekje te lezen? Was een medelezer, stond op een op het andere hoekje. En uh, toen zat ik ook, ook eerst te denken: van, Oh, de zo zie ik eruit, heel pretentieus. Maar ja, goed. <laughs> ja. Maar wat deed die persoon? En ik heb daar veel te veel op gelet en uh, me opgericht. En dat had ik eigenlijk helemaal niet moeten doen. Die zat dus om de zoveel minuten uh, haar mobiel bij te pakken. En dan denk ik: van oké, okay, dus je zit in een context dat je bewust de keuze maakt. om een boekje te lezen op het terras. Uh, ook met het idee van: ik ga een boekje lezen op het terras, want dan kan ik ontspannen. of weet ik voor wat voor redenen nog zit. En dan ga je op je mobiel zitten. Sterker nog, dat ook een aantal keer een foto te maken van het Van boek, dat ze aan het lezen eh, was. Ja. En hou me te goed. Ik ben ook niet de heiligste. Daar heb ik de afgelopen vier jaar echt wel een aantal keer uh, gedaan. Uh, ik probeer daar heel erg op te letten om dingen te doen en er volledig bewust van te zijn. Maar wat ik hiermee wil aankaarten, is dat het zo erg in ons systeem zit om alles bij alles wat we doen onze smartphone mee te nemen en wat we doen bijna een integraal onderdeel te laten zijn van onze digitale leven. He, door te laten zien dat je op het ras zit, door te laten zien dat je een boekje aan het lezen bent. Waarom? He, ik denk dat als heel veel mensen die het kijken ook al zich al bewust zijn, ook bewust nadenken, uh, op het moment dat ze hun mobiel erbij pakken, op dat soort momenten, dat ja. ze donders goed weten dat, uh, waar ze mee bezig zijn. Ja, ja zeker. Dus, uh, 15- tot 19-jarigen zitten bijna drie uur per dag gemiddeld op sociale media. Nou, we gaan door. 6,3 miljoen Nederlanders vinden dat social media een gevaar vormen voor ons mentaal welzijn. 2 miljoen voelen zich zelfs minder gelukkig door het gebruik van so social media. Ja. Wacht even, maar, maar, maar hier zie je al dat eigenlijk het eigenlijke getal van die 2 miljoen dus eigenlijk al veel hoger zou moeten zijn. Ja. Want 6,3 miljoen Nederlanders vinden socia social media een gevaar voor ons me mentaal welzijn. Maar maar 2 miljoen mensen voelen zich minder gelukkig door het gebruik van social media. Ja, dus, dat zijn, dus 4 miljoen mensen zitten nog in een vorm van ontkenning. Ja, precies. Als jij, als jij het een gevaar voor, voor, voor mentaal welzijn vindt, dan betekent dat dat je waarschijnlijk zelf al de negatieve gevolgen van sociale media ervaart. Ja. Dus ja, maar oké. Okay. Um, alles op zijn tijd. Over drie jaar zullen we een volgende aflevering over opnemen. waarin... Uh, ja, maar ook hier hè: uh, 5,2 miljoen mensen geven aan dat ze te veel tijd verspillen met het gebruik van sociale media. Je gaat mij, je gaat mij niet vertellen dat je bewust bent van het feit dat je ja, tijd verspilt juist. op sociale media. Ja, maar, ja. En daar geen emotie of gevoel ja. bij hebt dat ja. langdurig effect heeft ja. op je welzijn. Nee, dus dat is gewoon precies. Als jij vindt dat je te veel tijd op social media besteedt. dan Betekent dat dat jij door het gebruik van social media je minder gelukkig voelt? Ja, maar goed, het is een enquête. En bij enquêtes is het natuurlijk vaak dat je ook sociaal wenselijke antwoorden krijgt, of dat mensen antwoorden geven die wenselijk zijn voor henzelf. Ja, ja. Um, dus we gaan er maar gewoon even vanuit dat al die mensen die vinden dat ze te veel tijd wat social media besteden, allemaal een vorm van er ongelukkig mee zijn. Want ja. anders vind je niet dat het te veel is. Ja, 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 klopt. Ja. Als jij vindt dat je te veel eet, dan ben je daar niet gelukkig mee. Nee. Hetzelfde met drinken en alle andere zaken. Hier, meer dan 4 miljoen Nederlanders denken er wel eens aan om te stoppen ja. met sociale media. Nou, daar ga je. Waarom zou je stoppen met social media? <laughs> Kijk, wat we... even, even... ik hoop ook even dat het duidelijk is voor de luisteraars en kijkers. Als 2,2 miljoen mensen zeggen dat ze zich door gebruik van social media minder gelukkig voelen, en 4 miljoen mensen zeggen er wel eens aan te denken om te stoppen met social media, dan kun je dus eigenlijk. Dan kun je al redeneren dat die 2,2 miljoen mensen die zeggen dat ze zich minder gelukkig voelen, ja. eigenlijk veel hoger moet zijn. Ja. Want waarom zou je anders denken om te stoppen met social media? Ja. Ik denk er nooit aan om te stoppen met hardlopen. <laughs> nee, dat klopt, ja. Want ik ben daar gewoon gelukkig mee, weet je wel. Ja, dus... yeah, maar ook die 2,7 miljoen, door wat ik zie op sociale media, social media, heb ik vaak het gevoel iets te missen. Laatst heb ik dus. Uh, uh, wat was het nou? Uh, Instagram en Facebook weer verwijderen. Want ik was tegen jou aan het klagen. dat ik het wel moeilijk vind. dat ik uh, dingen voor de, uh, onze podcast en zo. er uh, moet plaatsen. Maar dat ik dus in de verleiding kom. om dus. wat ze dan uh, noemen te gaan doom scrollen. Ja, precies. Ja. Um, dus toen zei we. jij kan het er ook gewoon eraf halen. Dus heb ik dat eraf gehaald. En de eerste paar dagen voelt het dan. alsof je. alsof je dingen mist. Ja. Dat, je, dat je voel je een onrust. en weet ik voor wat. Maar na een aantal dagen is het dus ook weer voorbij. Want wat je niet weet, wat je mist, mis je niet. Als je er zo graag bij had willen zijn, dan was je er wel bij geweest. Ja. Dus. En dit is, dit is vooral ook. Dit is ook vooral voor jongere mensen, denk ik, heel erg belangrijk om te begrijpen. Je denkt dat je iets mist omdat je wellicht voor iets niet bent uitgenodigd. Daar gaat het eigenlijk om. Ja. Dus er is bijvoorbeeld ergens een feestje gaande en. Je bent daar niet voor uitgenodigd, want anders had je het wel geweten. Als je wel was uitgenodigd, was je, had je het geweten en was ja. je erbij geweest. Dus wat mensen denken is dat ze iets missen wat ze graag, waar ze graag bij hadden willen zijn, terwijl dat eigenlijk niet zo is, want je wil namelijk graag bij datgene zijn waar je voor wordt uitgenodigd. Ja, ik denk ook dat heel veel mensen het heel eng vinden om. Uh te weten te komen ja. waar ze allemaal niet voor worden uitgenodigd of hoe vaak er niet aan hen wordt gedacht op het moment dat zij zich niet continu presenteren op andermans beeldscherm, dus eigenlijk hun aanwezigheid opdringen. Dus op het moment dat je niet meer zichtbaar bent direct voor andere personen, dat je dan ook niet meer wordt uitgenodigd ja. enzovoort. Ja. Uit het oog, uit het hart. Ja. ja. Dat kijk, ik ben nu 35, dus dat heb ik ook moeten leren. Maar als jij door mensen herhaaldelijk niet wordt uitgenodigd, dan hebben ze willen ze gewoon liever niet dat je de, of dan maakt het ze niet, dan willen ze niet dat je erbij bent of ja, dat maakt het maakt ze niet. Uit. Ja, 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 ja. In het ergste geval eh, willen ze je actief er niet bij hebben en in het minst erge geval denken ze gewoon niet echt aan je. Nee, dat maar duidelijk. dat zijn twee redenen om er dan al gewoon überhaupt niet bij te willen zijn. Ja. Maar dat daar hebben we dus ook al daar moet ik gelijk aan denken. Daar hebben we dus ook al een keer over gehad hoe vol ons leven is omdat we met Jan en alle man ja. willen afspreken. De tijd in de tijdslot-samenleving. Ja. Deze aflevering moet ik allemaal dadelijk dingen gaan plaatsen. om <laughs> te laten zien dat we hele leuke afleveringen nog meer <laughs> hebben. Um, maar in de tijdslot-samenleving. dat is dus denk ik ook een, een uiting van dit probleem. Als iedereen zich continu aan elkaar opdringt. via sociale media. voel je ook bijna een soort behoefte. om ook met elkaar af te spreken. En een soort illusie actief in stand te houden. Ja, ja, dat, dat, ja, dat daar ben ik dat dat doe ik dus niet. Dat nee, dat nee, klopt. Ja. ja, en daarom heb ik ook heel veel ruimte altijd in mijn agenda. Ja. Ik wilde met twee vrienden van me afspreken en de eerstvolgende mogelijkheid was dan ergens in maart. Weet je wel? Dat ik echt denk van. Ik moest het doen nou eens even, gewoon even normaal met elkaar. Stop nou eens met je leven vol plannen. Ja. Maar goed, dat is een andere aflevering. De tijdslopsamenleving. Welkom in de tijdslopsamenleving. Ja. Volgens mij een aflevering van vorig seizoen. Maar dat kan je ook even op het scherm laten zien. Ja. Nou, er zijn dus heel erg veel mensen ongelukkig met, sociale, met het gebruik van sociale media. Zouden het eigenlijk gewoon het liefst willen verwijderen. En dat gaat dus ongeveer 25% van de, van de Nederlanders. Maar ga er maar vanuit dat het er veel meer zijn. En dan komen we vervolgens op ouders. Mijn ja, favoriete onderwerp. Mijn favoriete <laughs> onderwerp, ouders. Ruim vier op de tien ouders zien social media als een gevaar voor hun kinderen. Vier op de tien ouders zien sociale media als een gevaar voor hun kinderen. Maar blijk doen daar vervolgens niets mee. Nee. En hetzelfde met mijn kinderen zitten te veel op social, me op social media... 42 procent. Ja. Jij bent toch hun ouder. Jij ja. kan daar toch als een ouder iets aan doen. Allereerst had je nooit je kind, vooral niet je jonge kind, een smartphone moeten geven. Dat is gewoon achtelijk. Ik ben, je kan daar echt serieus boos om worden. Ja, Ik vind dat Echt, ja, echt achtelijk. En ten tweede, jij bent toch degene die kan bepalen als ouder van nu leven je je smartphone in. Je krijgt een een uur per dag je smartphone. Ja. Um, nou, nu is het, weet ik veel, 8 uur 's avonds, smartphone in de kluis, uh, kluis op slot. Het, het is allemaal gewoon niet zo heel erg moeilijk. Nee, heb je ook een leuke aflevering over de voorloper van onze gefilmde aflevering? Ja, daar heb ik inderdaad een dat zou ik ook op. Uh, ja, op ja, beeld ja, ja, dat ja. is goed. Ja, dat was, ik wel een beetje, dat was ik wel een beetje ongemakkelijk met het kijken in de camera, maar inderdaad. <laughs> maar ja, dus, dus ik, oh, ik snap en oh ja, hier basis. Wie hebben ze ondervraagd? Ouders met kinderen in de leeftijd van 6, 6 tot en met 7. 17. Ja, maar, dik, kijk, maar dit vind je. ik... ik uh, volgens mij ben je het er wel mee eens. Het is een beetje alsof je je kinderen live uh, ziet roken. Uh, ja, ja, uh, of ja. drugs ziet gebruiken. Ja. Maar heftige, heftige, gevaarlijke drugs. Ja. Of continu ziet roken. Je staat erbij, je kijkt ernaar en je doet er niks mee. Ja. En, en echt, dit, is, dit, is, dit, dit zit in hetzelfde rijtje. Social media gebruikt zit op een ander vlak, ook uiteindelijk fysiek, want het geeft natuurlijk ook fysieke klacht, klachten. Uh, maar psychosomatisch zit in hetzelfde rijtje: van gevaarlijke dingen die je kinderen niet moet laten doen. Smartphones moet je, uh, je moet smartphones behandelen als drugs of alcohol. Ja, echt. Maar goed, dat heb je ook al jaren natuurlijk nee. ja, maar het, is, het is zo logisch. Maar kijk, ja, daar hebben we het ook al eerder over gehad. Maar je hebt dan ouders die natuurlijk zeggen: ja, maar de rest van de kinderen heeft het ook. Ja. ja. Maar dat is zo'n keurig argument. De rest van, als de rest van de kinderen aan de heroïne zit... laat ja. je je kind dan ook aan de heroïne. Het is zo'n keurig argument. Mag ik sigaretten kopen? Nee. Maar de rest van de kinderen doet het ook? Ja. Oké, okay, nou ja, dan wel. Dan wel, ja. Um, de generaties die de, Oh! Oh, wat, 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 wat toevallig. De generaties die het meest op social media zitten, zijn minder gelukkig door het gebruik. Ja, ja, ja ik vind het. En we moeten er natuurlijk uitkijken, hè, want correlatie is geen causaliteit. Maar als heel veel onderzoeken een correlatie laten zien, dan mag je op een gegeven moment ook wel een beetje gaan, gaan verwachten dat er toch wel een ja. kazaal verband tussen zit. En dan hebben we Gen Z, zijn 15 tot 28-jarigen. Uh, voelt 23% zich minder gelukkig door het gebruik van sociale media. En millennials, ja. 29- tot 44-jarigen, 24%. 24% dat is nog hoger, joh. Ja, Gen Z heeft nog niet de, de, de zelfreflectie om dat Dat is 1%, maar goed. Ja, maar dus. Ja. Het is allemaal zo logisch eigenlijk. Ook onder de jongste leeftijdsgroepen is het gebruik van social media aanwezig, 6 tot en met 8 jaar, hè? WhatsApp. Even als ze hebben zo'n 34%. TikTok 30%. Snapchat 26%. TikTok 30%. Instagram 23%. Facebook 23%. Be real. <laughs> 6 tot 8 jaar. Be real. <laughs> ja, maar dat is toch. Ja, maar hier, hier, 12 tot 14. Dit is al heftig hoor. 12 tot 14. WhatsApp 9. Nee, ja, ik weet dat. Nee, ja, ik vind WhatsApp. WhatsApp ik klopt, vind WhatsApp. Klopt, ja. Moet je eigenlijk ook helemaal niet in mee worden genomen. Maar, maar. maar WhatsApp heeft wel al uh, de ja, lading steeds... in zich dat je altijd en overal bereikbaar kan en moet ja, zijn. En ja. ook moet reageren. Ja. Dan heb je 66% YouTube. Nou, dan moet je maar nadenken dat je continu YouTube-filmpjes aan het kijken bent. Maar goed, anders keken ze tv. Kan je ook nog iets over zeggen? Snapchat. Vind ik, nou, stikt, oh, echt. Maar wie geeft zijn kind een smartphone tussen de zes en acht jaar? Ja. Dat is toch achterlijk? Ja, of dat zal dan met hun eigen, met hun mobiel kunnen zijn. Net zo erg. Want dan geef je als ouder gewoon je mobiel aan je kind om mee te spelen of... Ja, um, waarschijnlijk om okay, de mond te houden. Even, er staat hier niet hoe lang die kinderen er dan op nee, zitten. Ja, maar alsnog. Ja. ja. Dus ik, ik, ik het dit is de echt goed. de generatie voor ons. Hoor. Ja. onze ouders. Of nee, niet onze ouders. De, 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 de generatie na erna. Ja. Na onze ouders. Die had gewoon niet zo naïef moeten zijn. Maar ja, het is ook lastig hè, als je allebei als ouders moet werken. Als je je vervolgens schuldig voelt dat je je kind nog niet genoeg ziet... en als je dan ook een beetje rust wil s'avonds... Nou, dan ja, geef je je kind lekker een telefoon of een tablet. Ik heb die rust hoor. Een van die andere afleveringen had ook gezegd dat ik met vliegtuigen naar Spanje ging. Ja, precies. Dat er zo'n, uh, volgens mij zo'n zweet of zo uh, naast mij zat... die zijn kind gewoon een tablet gaf om heel de vlucht mee uh, te laten gamen. En uh, ook gewoon met geluid aan. Hè? Dus verder ook, het nou, is echt. Op meerdere dingen, meerdere fronten is het fout. Maar, <laughs> maar, dat, maar dat zie je dus heel erg vaak. Gewoon, ah, oh, nee, ben je heel tijd aan het huilen? Hier heb je ja, iets ah ja, ja, ja. Oh. ja, Maar ja, dat is natuurlijk weer het gevolg van uh, ouders die uh, allebei voltijd moeten werken. Maar ja. goed, dat is een hele andere discussie. Ik werd vijf uur voor een tv gezet hoor. Dus. Uh, dat is ook op een bepaald niveau fout. Wat dan niet betekent dat het voortgezet moet worden door social media, smartphones, weet ik veel, dan aan kinderen te geven. Dus allebei heel erg fout. Ik denk dat dat we al, omdat we als samenleving, hè, als wereldbevolking misschien zelfs nooit geweten hebben wat voor effect dit kan hebben. Uh, maar nu is het tijd om verantwoordelijkheid te gaan nemen. Ja. Als, als, vooral als individu. Als je deze aflevering ziet. En je hoort onder die, uh, onder die groep mensen uh, nog even een keertje die 2,2 miljoen mensen die zegt dat ze zich minder gelukkig voelen door sociale media. Of die 5,2 ja. miljoen mensen die zeggen dat ze te veel tijd op sociale media doorbrengen. Of onder die 6,3 miljoen mensen die vinden dat social media een gevaar voor mentaal welzijn uh, veroorzaakt, is. Stop er mee. Stop probeer gewoon een week. Maak het klein ja. eerst voor je. Ja, ja zeker. En, en, verwijder, uh, verwijder, ja. verwijder Snapchat. Verwijder TikTok. Verwijder Instagram. Verwijder LinkedIn. Verwijder Facebook. Verwijder BeReal. Wat hebben we nog meer? Uh, weet ik veel. Uh, al die, al die, Instagram. Al die, verwijder het gewoon. En ja. nee, ga zet... wat anders doen. Ga je inderdaad een wandeling maken zonder sociale ja. media. Ja. Spreek met vrienden af. Lees een boek. Uh, Doe iets anders. Kijk een film. Dat is al echt, echt al heel anders dan, uh, dan die interactieve media. Kijk een documentaire. Ja, en leer. En dat wil ik ook wel bij, bij zeggen. Leer om te gaan met het. Ongemakkelijke gevoel dat je krijgt na vijf minuten of tien minuten, als je social media niet hebt aangeraakt, uh, om het weer erbij te pakken, je smartphone. Leer met dat gevoel om te gaan. Zou ik ook wel een linkje uh, uh, erbij zetten van uh, een, uh, een, een filmpje van Healthy Gamers, ja, ja, heel uh, goed. die dan vertelt over. Het gevoel dat je krijgt als je jezelf niet continu aan het prikkelen bent. Dat het een heel natuurlijk en normaal gevoel is. En dat je daarmee moet leren omgaan. En dat na dat ongemak er zoveel rust komt. Uh, dat, 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 dat gun je iedereen. Gun jezelf dat. Gewoon wat rust. Mentaal welzijn of zo. Dank je wel. Ja, dank je wel. Volgende week gaan we het dus over klootzakken op Fat hebben. <laughs> ja, is goed. Oké, okay, bye.